rommelweggetje. Hier kunnen ze het heel goed controleren. Dat gaan ze dan ook ogenblikkelijk doen. En met ze bedoel ik de geel-zwarte ploeg van de man die nu op de vijfde plaats rijdt wat de geelhemden betreft. Dat is de man die voor het tweede jaar op rij de Nederlandse titel wil pakken. Maar Dumoulin komt nog even overleggen. Met Sinkeldam in zijn wiel. En ook Mike Teunissen gaat Sinkeldam brengen. Dat is nu rug nummer 21. Dan hebben we Ottema en Arvid de Klein. Die brutaal namens Babydump naar voren komen. Die groene met rood. Ja, het is toch eventjes stil nu. Ja, ik denk dat nu zo langzamerhand het beseffen is dat er een sprint gaat komen. En nu zien we dus ook nummer 50 in het wiel van nummer 1 gaan zitten. Die rode man daar met nummer 50, Moreno Hofland. Naar links komt een trekrenner, dat zal Koen de Kort wel weer zijn. Ja. Die aardig kan sprinten overigens, hè. Vergeet dat niet. En dan komt Sinkeldam nu in zijn eentje. Sinkeldam kiest het wiel. Die gaat dus niet in een trein zitten, maar die gaat nu voor. Hij gaat in de trein op de plaats zitten van Dylan Groenewegen. Ramon Sinkeldam nu achter de vierde gele renner. Zo heeft hij ooit al eens verloren van Nicky Terpstra. En dan zit achter Groenewegen weer Hofland. En namens Piet Cycling zit hij Piotr Havik. Piotr Havik. Dus de sprinters zitten daar in een kluitje links in beeld. Gaan er nog jongens proberen om de bochten na Stockholm en in Serenberg met het valse plat nog iets te verzinnen. Slinger de slinger, bochten door, 2,5 kilometer nog, controle. De rest lijkt zich neer te leggen bij deze situatie, hoewel Tolhoek hier op kop. Vorig jaar nog gewoon lekker vrij uit. Mooi gezegd, want dat is het, hè. Vorig jaar een vrolijke vrije vlierenfluiter in de Ronde van Zwitserland. Heerlijk aan het koersen, aanvallen, zonder druk. En nu, weer nu moet hij. Aanval van Baarle. Dit is zijn zoveelste. Maar hier zit het achter. Hier Kijk, zit het achter. En dit zijn oh jee. Heel sterke benen na 225 kilometer of zo. Reactie. Eén man. Boom. Gok ik. Goed gezien. Boom en Van Baarle. Toch een explosie, hè? Boom, jongen. Dit is je kans. Doorrijden nu. Twee mannen die de weg weten in het klassieke kasseien voorjaar. Hij rijdt door. Dit is een verrassing, want nu zit Boom Van Baarle neemt daar over. Dumoulin. De Sunwebs moeten nu. Ja. Want dit is gevaarlijk. En Tommy. Geweldig gespeeld. Rijdt het dicht. Met Van Emden natuurlijk. In zijn nabijheid. Van Emden gaat weer controleren. 1400 meter nog. Nog zo'n bocht. Het kampioenschap zonder incidenten. Zonder grote valpartijen en zo. Dat is ook wel eens ja, fijn. We moeten nog even op 600 meter van de streep met een akelig bochtje met klinkers door. En daar toch weer een demarrage. Dat heet jinxen wat jij nu doet. Een eigen renner. Dit is wel goed dat die tactiek. Ze mogen zelf gaan als ze maar alleen zijn. Nog een keer sprinter. Zit erachter. Bij het ingaan van de laatste kilometer. Een kleine voorsprong voor Lars Boom. Hij slingert zich door Serenberg. Dit is verrassend. Stadje van de gouden handen. 600 meter nog. Wie pakt hier die gouden medaille? Boom. Zoals ze hem graag zien. Iedereen weet nu, als we dit gat dichtrijden, dan werken we eigenlijk voor Dylan Groenewegen. Dit is een tactisch briljante zet van Lars Boom. Hij mag dit doen en hij doet het. Hij rijdt weg en de rest zit met een mes op de keel. Want als dit gat gedicht wordt, dan zit daar een tegenwoordig in Abcoude woonachtige sprintbom uit Nederland. De vaste camera. Lars Boom met de mond open. Laser komt sprintend met Groenewegen in zijn wiel naar het achterwiel van Lars Boom toe. Sinkeldam is er ook. Sinkeldam is er als eerste overheen. Groenewegen in het wiel van de man in het wit-zwart. Dylan Groenewegen gaat aanzetten om er langs te komen. Maar komt hij er langs? Of wordt het wipperd? Het wordt niet wipperd. Het wordt in het midden Dylan Groenewegen. Het wordt Ramon Sinkeldam. Hij pakt de Nederlandse titel en wippert. Wippert juicht. En Wippert blijft juichen. Wippert lijkt hier te hebben gewonnen.
Of het Sinkel dan gewonnen? Wippert. Aan de reactie te zien, er wordt... Nee, ik zei... Ja, de speaker staat op de streep en die roept ook Sinkeldam. Maar Wippert juicht nadrukkelijk. En één ding weten we inmiddels in het wielrennen. Je moet op de renners afgaan. En Wouter Wippert heeft zich de hele dag verstopt. En nu gaan we het kijken, want deze beelden gaan uitsluitsel geven. Groenewegen kan niet gebracht worden en moet dus zelf naar het achterwiel van Sinkeldam. Wippert met een kleine kwak. Groenewegen baalt en baalt daar te veel van en laat het hoofd dan zakken. Nou, dit is werkelijk minutieus. Ik denk dat Sinkeldam wint. Nee, Wippertje juicht te vroeg. Als deze camera recht op de streep staat, en waarom zouden we daaraan twijfelen, dan wint Ramon Sinkeldam dit Nederlands kampioenschap. Ja, Ramon. Mooi dit. Ah, ik vind dat deze ploeg het goed gedaan heeft vandaag. Tactisch. Maar is het een gouden of een zilveren beloning? En dat wil hij ook wel weten. Wippert was heel erg overtuigd van zijn overwinning. Stille. Het wordt omgeroepen. Sinkeldam. Ja, de jury roept nu om dat Ramon Sinkeldam Nederlands kampioen is. We gaan hem nog een keer zien. Let op onder in beeld in het groen. De kwak van Wouter Wippert richting Dylan Groenewegen. Die gaat zelf een tikje van zijn lijn af. Dan hangen er wat takken overheen en dan... Hier, daar is het contact geweest. En dan zie je Groenewegen. Hé, hey, wat flik je me nou, zegt hij. En dan is hij weg. En Wippert trekt door en door. Maar die grote Sinkeldam is hem al naar voren aan het smijten dan. En ik denk dat Wippert daar niet goed naar... Nee, kijk, hij kijkt niet. Op een of andere manier denkt hij instinctief dat hij gewonnen heeft. En daar komt het cliché weer. Als de streep 10 centimeter verder was, had hij waarschijnlijk ook gewonnen. Maar de jump komt te laat. De jump van Sinkeldam lijkt mij en de jury... De gouden jump. Ramon Sinkeldam pakt de Nederlandse titel. Hij is binnen. Wat een maand voor deze ploeg, zeg. Ze blijven maar winnen. De Giro hebben ze binnen. En NK-tijdrijden hebben ze binnen. En nu ook de nationale titel op de weg in Montferland. Nederlands kampioen 2017. Ramon Sinkeldam. En hij wordt gefeliciteerd door de man die dit jaar het Nederlands wielrennen een ontzaggelijk groot roze impuls gegeven heeft. Tom Dumoulin heeft zich weggecijferd. Keihard gewerkt. En de sprinter van dienst was misschien niet de te kloppen man hier. Maar vaak zie je in het Nederlands kampioenschap dat het anders loopt dan verwacht. Zij waren met goede klassieke kerels aan het werk. En ze hadden ook die sluwe Wippert natuurlijk bij zich. Maar die kwam tekort. Een paar centimeter. Misschien 1,5. Sinkeldam is de naam. Hij pakt het rood-wit-blauw. En wat het ploegenspel betreft, Maarten, denk ik dat dit... dik verdiend is. Ja, het is dik verdiend. Maar het leuke eraan is, we hebben strijd gezien en we hebben ongelooflijk wisselende panelen gezien. En vooral, iedereen maakt kans om te winnen. Ook al zit daar een heel collectief van Lotto en El Jumbo. Die fantastisch gekoerst hebben trouwens ook hoor. Lars Boom die daar nog lang dacht te gaan winnen. En die Wippert die een heel moeilijk jaar heeft gehad. Mocht geen Parijs-Nice rijden omdat er een invalbeurt nodig was. Ik geloof voor Finny. Heel erg teleurgesteld over dit, had alles recht kunnen breien. Kijk, hier is hij er al voorbij en ik zat hier vooraan en ik zie hem er hier al helemaal voorbij. Daar gaat die jongen nog lang over nadenken. Wouter Wippert daar rechts, ja. Oké. Kijk, oh, dit gaat hij nooit meer vergeten. Oh jongen, ai. Maar, ja, kijk, hier staat de echte man te juichen. Hé, en dat is die Groenewegen. Ja, die kwam tekort. Ja. Verklaarbaar? Nou ja, ik denk dat ze echt moeten napraten. Wat duidelijk was in die ploeg, is dat ze meer opties mochten uitspelen.